aardig gevaarlijk. Al die straling. Maar waar komt al die straling vandaan? Daar gaan we het even over hebben. De stralingsbronnen. We beginnen met het röntgenapparaat. Er komt natuurlijk röntgenstraling vandaan. Maar hoe ontstaat röntgenstraling in het apparaat? Nou, in het apparaat zit de zogenaamde röntgenbuis. Die röntgenbuis die gaan we even in detail bekijken. Zo, even omhoog. Kijk, aan de linkerkant zit een gloeidraad. En als je gaat gloeien, komen daar elektronen vrij. En zo'n elektron daar heeft een ontzettend grote hoeveelheid energie, elektrische energie. Want zo'n elektron wordt aangetrokken door de positieve anode. Kijk, er zit 32 kilovolt spanning op, terwijl die negatieve elektron wordt aangetrokken door de positieve anode. Nou, elektrische energie kun je berekenen, want elektrische energie is Q maal U, lading maal spanning. En dat is in dit geval hier 32 kilo elektrovolt. Elektrovolt is een aparte eenheid. En let op, als je dit gaat berekenen en je vult Q, de lading, in coulombs in en U in volt, dan krijg je officiële eenheden gebruikt, ook de officiële eenheid van energie, namelijk joules. Maar als je voor de lading het doet in E, het elementair ladingskwantum, en dat is hier 1, de lading van een elektron is 1E, en de spanning doe je in kilovolt, dan krijg je het in kilo elektrovolt. Vandaar dus dat je heel eenvoudig, makkelijk voor een elektron, de elektrische energie kunt bepalen in elektrovolt. Goed, en dan gaat die elektron dus naar rechts toe, naar de anode, en ze krijgen iedere keer meer en meer energie, kinetische energie, en die elektrische energie wordt steeds minder. Nou, de kinetische energie, een half mv kwadraat, die wordt plotseling teruggedraaid naar nul als ze botsen op de anode. Ja, plotseling staan ze stil. En als die energie dus plotseling wegvalt, er is een wet van bouw van energie, dus er moet weer energie nog vrijkomen. En dat is de straling die er vrijkomt. Ja, dus de kinetische energie wordt omgezet in elektromagnetische straling, wordt ook wel remstraling genoemd. Maar in dit geval, een röntgenbuis, is het dus de röntgenstraling die daar vandaan komt. We kunnen die röntgenstraling even verder onderzoeken en we maken een grafiekje. Horizontaal de energie van de straling die vrijkomt en verticaal het aantal fotonen die vrijkomen. Ja, en hoe is die energie nou verdeeld? Nou, de maximale energie die de straling kan hebben is de energie die je in het begin had. En dat is namelijk die 32 kilo elektrovolt. Hoger kan de energie van elektron en dus ook van de straling niet zijn. De energie die loopt dan mooi zo op. Ja, dus aantal fotonen en die maximale energie, nou, dat is dus inderdaad voorbehouden aan slechts zeer, zeer weinig elektronen. Nu heb je dus dat je relatief heel veel fotonen hebt die maar lage energie hebben. En die kun je eigenlijk niet gebruiken voor het maken van een röntgenfoto. Dus die wil je eigenlijk er niet in hebben. Nou, als je dan naar een röntgenbuis kijkt, dan zie je dat daar waar de röntgenstraling vrijkomt, dat daar een iets ander iets is. Dat is een filter namelijk. Dat is een filter waar de straling doorheen kan. Het wordt gefilterd en de rest van die hele buis, dat is een omhulsel van lood. Oftewel, de straling die ergens nog weglekt, die wordt tegengehouden door het omhulsel van lood. Nou, omdat er een filter is, kan het filter zo ingesteld worden dat die te lage energieën eruit gefilterd worden. En dan krijg je dat dit de straling is die eruit komt. Ja, dus die ene straal, ene lijn, dat is voor alle fotonen zonder filter, maar met filter, dat is die rode lijn. En dan zie je dus dat je mooi de lage energieën eruit hebt. Nou, wat kun je nog meer met een röntgenbuis? Je kunt de maximale energie instellen, namelijk door de spanning in te stellen, want die bepaalt het maximum van de energie van de elektronen. En er staat nog een spanning. Nou, kijk daar. Ja, en daar bepaal je hoe hard de gloeidraad kan gloeien. En dat bepaalt dus hoeveel elektronen er vrijkomen. En het aantal elektronen krijgt energie vanwege die 32 kilovolt. Maar het aantal elektronen bepaalt ook de intensiteit van de straling.
Dus je kunt hiermee de energie bepalen en je kunt hiermee de intensiteit bepalen van de röntgenbuis van een röntgenapparaat. Het echte verval kan beginnen. We pakken een radiumkern, radium, atoom nummer 88 en de massa nemen we 226. Radium, kijk even in tabel 25 van de isotopen, heeft meerdere massamogelijkheden, maar we pakken nu degene met massa van 226. In de laatste klomp zie je dat er een alfadeeltje vrijkomt, oftewel
Radium is instabiel en hij zal een alfa-deeltje uitspugen. Alpha 4-2 alpha, of je mag natuurlijk ook zeggen 4-2 en dan helium, want het is in feite gewoon een heliumkern. Maar radiumkern die verliest dus onderdelen. Betekent dus dat het een andere stof wordt. Wat wordt het hier? Het wordt radon 222-86. Waarom 222-86? Nou, 222, want radium verliest 4 deeltjes. Dus de massa neemt met 4 af. En waarom 86? Van die 4 deeltjes zijn er 2 protonen. Dus het atoomnummer neemt met 2 af. We noemen de stof die ontstaat, dus in dit geval hier radon, het vervalproduct. En het geheel kun je heel eenvoudig opschrijven in een zogenaamde vervalvergelijking. Met de vervalvergelijking begin je met op te schrijven de stof die je eerst hebt, de kern die je eerst hebt, dus hier radium. En na de pijl wat je achteraf hebt, dus het vervalproduct en in dit geval hier het alfa deeltje. Belangrijk is dat je ziet die getallen bovenonder. Ja, dat zijn gewoon in feite rekenopgaven. En boven moet het kloppen, onder moet kloppen. Boven is het in principe de wet van behoud van massa. En onder is het in principe de wet van behoud van lading. We pakken een andere kern. In dit geval is het thulium. Thulium, atoomnummer 69 en de massa 171. Als je hier weer minus 25 bij pakt, dan zie je, god, er is maar 1. Dat is wel makkelijk, hè? Instabiel, want de laatste kolom staat dat het een beta-deeltje oplevert. Kortom, ja, daar is hij weer. En jawel hoor, er verschijnt een beta-deeltje uit de kern. Beta-deeltje 0 min 1 beta min, oftewel het is gewoon een elektron. Ook nu zal het vervalproduct een ander iets worden. In dit geval wordt het ytterbium, atoomnummer 70 en 171. Waarom 171? Nou, het elektron die heeft geen massa, althans verwaarloosbaar, oftewel de massa blijft gelijk. Waarom 70? Nou, dat is een kwestie van dat de lading gelijk moet blijven. Kijk, het elektron gaat eruit, dus je krijgt op het eind in feite een negatieve lading erbij. Dat betekent dus dat er een positieve lading bij moet komen, oftewel intern wordt een neutron omgevormd naar een proton. Dus er komt een proton bij, maar het aantal deeltjes blijft gelijk. Hè? Er komt een proton bij, maar een neutron gaat er dan in principe af. Want een neutron wordt een proton. Oftewel, de lading blijft hier weer gelijk. Vervalvergelijking hier, opzet is natuurlijk hetzelfde. En ook hier weer, boven en onder zijn de sommetjes weer kloppend. 170 boven, 69 onder en let op hè. Min 1 betekent dus dat de lading van het vervalproduct 1 hoger moet worden. We pakken tenslotte nog even zuurstof. Tabel 25 weer bij. Massa 15 hebben we dus. Bij de massa 15 zie je dus dat het inderdaad instabiel is. In dit geval komt er een beta plus deeltje uit. Oké, even kijken. Oh, beta plus. Lijkt wel een beta min deeltje. Maar ah, gelukkig. Toch een beta plus. Ja, die elektronen en positronen lijken ontzettend veel op elkaar. Hè? Maar wat voor vervalproduct ontstaat er? Wist dat je het al kunt raden? Nou, probeer het eventjes. Het wordt stikstof 15,7. En ja, zoiets kun je het makkelijkste doen door meteen de vervalvergelijking op te stellen. En dan naar de getallen te kijken. Hè, boven links 15. Dus moet er rechts ook samen 50 zijn. Oftewel bij het vervalproduct moet dus linksboven 5 staan. En hetzelfde met de getallen onder. Ja, er moet een 7 staan, omdat je links 8 hebt en rechts plus 1. Dus moet het samen 8, oftewel er moet een 7 bij zijn. Even in de oefening, hoe doe je nou een vervalvergelijking? Probeer het eerst even zelf, druk op pauze. Ja, en eerst eventjes zelf proberen op papier. Oké. Het eerste wat je natuurlijk doet is behalve 45,20 calcium opschrijven, een pijl. Nou, links van een pijl bij een vervalvergelijking is altijd maar 1 kern aanwezig. Daarna pak je BINAS, tabel 25, en je zoekt atoomnummer 20 op. En dan zie je meteen calcium natuurlijk. Binnen
in die tabel bij 20 zoek je 45 op. Laatste kolom en zie je dus beta min. Dat deeltje schrijf je het eerst op met de juiste notatie 0 min 1. Daarna kijk je van hey, onder links 20, rechts min 1, dus moet het 21 zijn. En linksboven links 45, rechts 0, dus het blijft 45. Je zoekt dan eventjes 21 op. Het zit meestal natuurlijk vlak bij het product waar je mee begonnen bent. En dan krijg je het element scandium 4521. Je kunt ook wat radere dingen tegenkomen. Bijvoorbeeld deze. Calcium 47. De opbouw is precies hetzelfde natuurlijk hoe je dit oplost. Weer kijk je in BINAS en dan zie je dus dat het weer beta min is. Oftewel, de vervalvergelijking lijkt ontzettend veel op die je zo net hebt gehad. Het punt is nu echter wel dat in BINAS ook staat dat er een gamma deeltje vrijkomt. Hoewel gamma deeltje, gamma is geen deeltje. Het is een golf, dus het heeft geen invloed op het aantal protonen en het aantal neutronen. Dus je kunt er gewoon achter zetten zonder achter te slaan op wat voor getal dan ook. Waarom komt er plots nou zo'n gamma deeltje extra bij? Dat komt omdat meteen na het verval van calcium 47, ja, dus die scandium, ja, die kern die heeft nog energie in zich. We noemen het dat scandium 47 zich nog in een aangeslagen toestand bevindt. En die wil eigenlijk naar een normale toestand toe. Je kunt het een beetje bekijken als deze. Hè? Stel je voor, je hebt die neutronen en protonen en die zitten op die manier bij elkaar. Natuurlijk, scandium 47 heeft veel meer, maar dat vond ik te veel werk op te tekenen. Nou, deze protonen en neutronen die zitten instabiel in elkaar en die gaan zich herschikken. Bijvoorbeeld op deze manier, veel stabieler. En bij die herschikking komt vrij energie. En hoe komt die energie vrij? In welke vorm? Precies, in de vorm van gammastraling. Dat is dus wat scandium 47 doet. We noemen scandium 47 dan ook een isomeer. Een isomeer betekent dat hij eigenlijk qua getallen precies gelijk blijft, maar dat hij toch vervalt met die gammastraling. Scandium 47, ja, als je die scandium 47 opzoekt in BINAS, ja, dan is hij er niet. Scandium staat alleen als 41. En toch bestaat scandium wel, want BINAS is maar een zeer beperkt aantal isotopen. Er zijn in de wereld veel meer isotopen dan het in BINAS staat. Kijk, hier is een andere tabel en dan zie je bij scandium 21 daar. En daaronder staan alle isotopen van scandium. Ja, isotopen zijn dus de kernen met diverse massa's. En dan zie je dus massa 40, 41, 42, 43, nou, et cetera, et cetera. En ook scandium 47 staat erbij. Dus hij bestaat heus wel, ondanks dat hij niet in BINAS staat. Dan zie je trouwens ook meteen dat scandium 47 staat een beta min deeltje bij. Oftewel, hij is niet stabiel. Nou, dus eerst eventjes scandium 47. Ja, ook als zou er een vervalproduct niet in BINAS staan. Ja, hij bestaat dan toch wel. BINAS is wat dat betreft niet 100% volledig, verre van dat. 47, 21 dus scandium. Maar die is dus weer niet stabiel. Het vervalt zelf met een beta min deeltje. Dat stond dus in die andere tabel. En dan krijg je dus dat je hem nog een keer kunt opschrijven. Ja, en dan heb je het op deze manier. Ja, scandium vervalt weer met een beta min deeltje. En dan krijg je een 4722 titaan. Op deze manier kan dus een deeltje iedere keer verder vervallen. We noemen dat dan een vervalreeks. Een vervalreeks kan behoorlijk lang zijn. Bijvoorbeeld deze, de vervalreeks van thorium. Thorium met massa 232, die vervalt op heel veel verschillende, met heel veel verschillende stappen. Kijk, vervalt eerst naar radium. Radium die heeft een beta min verval en dan wordt het actinium. En het mooie is, het wordt weer thorium. Dus verval van thorium, die krijgt op de duur weer thorium. Maar wel thorium met een andere massa.
Nou, deze vorm van thorium vervalt weer met alfa. Het wordt weer radium. Radium vervalt met een alfa naar radon. Radon wordt polonium. Polonium wordt lood. En lood, beta-minverval, dus gaat weer omhoog. En het wordt bismuth 212. En bismuth kan op twee manieren vervallen. Het kan vervallen met een beta-mindeeltje. Dat wordt polonium. En polonium vervalt tenslotte naar lood. Lood 208. En dat is een stabiel element. Ja, dus een stabiele kern. Die vervalt niet verder. Maar dat bismuth kan dus ook via die weg naar lood. En bismuth heeft dus twee verschillende vervalmogelijkheden. En dat staat ook in binas. Ja, je ziet daar, het kan alfa wezen of het kan beta-min wezen. Ja, er zit een vaste verhouding in. Zoveel procent zal alfa zijn en zoveel procent zal beta-min zijn. Het is natuurlijk wel zo dat het eindstadium gelijk blijft. Het eindstadium blijft lood 208. En zoals ik al heb gezegd, dat is stabiel. We kijken even naar tabel 25. Een hele belangrijke tabel natuurlijk. We hebben het vaak al gebruikt. Nou, we zijn zo net met lood geëindigd. Dus eventjes weer lood. Atoomnummer 82. Maar het massagetal van lood, dat ligt niet vast. Er zijn 9 verschillende massa's mogelijk bij lood. En we noemen dat isotopen. Dus lood heeft 9 isotopen. Bijvoorbeeld lood 204. Hè. Lood 204 is een isotoop van lood. Je kunt in tabel 25 ook meteen zien welk van isotopen nu vrij voorkomende natuur. Want er staat een percentage achter. Hoeveel procent van alle lood is bijvoorbeeld lood 204? Nou, dat is dan 1,4%. Kun je zeggen van ja, maar al die andere isotopen dan waar niks achter staat, wat voor zin heeft het? Nou, die komen wel voor, maar die komen alleen voor in zo'n vervalreeks. Ja, dus je hebt een element die vervalt en daar komt even zo'n isotoop voor en daarna gaat die weer weg. Behalve het voorkomen natuur kun je ook zien van hey, welke van isotopen zijn nu stabiel. Nou, dan zie je dus dat 3 echt stabiel zijn. Daarboven kijken we zo meteen nog even naar wat dat betekent. Maar als er dus in het laatste kolommetje een streepje staat of gewoon niks, dan betekent het dat die isotoop stabiel is. Iets wat niet stabiel is, is bijvoorbeeld lood 212. Ja, daar staat een beta-min deeltje en een gamma deeltje voor. Dus het is een instabiel product. En daar kun je een vervalvergelijking van opstellen. Nou, als je dat nog eventjes wilt oefenen, druk even op pauze en probeer het eerst even. Wat is de vervalvergelijking van lood 212? Goed, we gaan dus natuurlijk wel verder. Hè? Vervalvergelijking is deze. Ja, beta-min deeltje, gamma deeltje moet er ook achter. En dat getal wat er staat, 0,59, wat is dat? Nou, dat is de energie die het beta deeltje meekrijgt. En let op, de energie staat hier in mega elektrovolt. Dus niet in de standaard eenheid joules. Je kunt natuurlijk die 0,59 mega elektrovolt wel omrekenen naar joules, want 1 elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 19. Mega moet je ook meenemen, 10 tot de macht 6. En dan kom je op 9,4 keer 10 tot de macht 14, min 14 joules. Wat voor type energie krijgt het beta deeltje? Hij vliegt weg. Dat betekent dus dat het een vorm is van kinetische energie die hij krijgt. Zoals beloofd kijken we nog eventjes naar lood 204. Daar staat verval bij, maar het is geen vervaldeeltje, maar het is een gamma-foton. En dat betekent dus, ja, hij is niet stabiel, maar hij vervalt alleen met een gamma-deeltje. Als je vervalvergelijking van lood 204 wilt opschrijven, dan krijg je dus, nou, hier is natuurlijk alleen lood 204, dan schrijf je het verval deeltje tussen aanhalingstekens op. Dat is dus het gamma deeltje. Maar gamma, die is eigenlijk 0, 0. Dus wat is het vervalproduct? Het is precies die 204, 82. Deeltje wat dus alleen vervalt met alleen een gamma deeltje, dat noemen we een metastabiele isomeer. Isomeer hebben ze net ook gehad. Maar
Dat ging meteen bij een ander geval dus in combinatie. Maar in dit geval dus krijg je alleen het gammadeeltje. En we noemen dat de metastabiele isomeer. Ik hoop dat je het allemaal begrepen hebt. En dan wens ik je een stralend einde toe. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot een volgende keer.